ben in Almere opgegroeid. In Literatuurwijk, om precies te zijn. Nou, ik heb, om eerlijk te zijn, de sport niet geheel zelf gekozen. Aan de ene kant wilde ik heel graag voetballen. Maar mijn zus zat op hockey en voor mijn ouders was het makkelijker om dan twee kinderen op dezelfde vereniging te hebben. Ik vond het gewoon leuk om met anderen te sporten. In plaats van dat ik in mijn eentje was. We zijn natuurlijk een aantal jaar geleden gepromoveerd naar het hoogste niveau van Nederland. We dromen op dit moment van een landskampioenschap met een eigen groep. Zeg maar een groep van jongens die al heel lang bij elkaar is en die het al heel lang samen met elkaar doet. Wij hadden echt een groep jongens allemaal uit Almere die bij elkaar op school zaten, die al heel lang met elkaar hockeyden. Die elkaar gecoacht hebben in de jeugd, die dan daarna in Heerenveen samen spelen. Dat we daarmee promoveerden was wel echt een big achievement als het ware, als team en als club. En als individu denk ik mijn biggest achievement, mijn debuut bij Oranje. Ik kan vroeger heel slecht tegen mijn verlies, dat kan ik nog steeds. Ik vind het vervelend om te verliezen dan dat ik blijer ben als ik win, zeg maar. Soms ga je wel eens twijfelen aan jezelf. Wel eens bij de jeugdselectie van Oranje of bij Oranje meegemaakt dat ik dan afviel, dat je dan even onzeker wordt. Dus als team komt daar minder onzekerheid bij kijken omdat je elkaar toch op hebt. En individueel droom ik van de Olympische Spelen. Van een vaste waarde zijn in het Nederlands team. 2020 zou heel mooi zijn, ja. Ik ben Terrence Pieters en dit is mijn sportexperience.